Tom, uitermate belangrijke overwinning. En ook, er komt er zijlings bij kijken voor Harm. Ja, tuurlijk. Het is een superbelangrijke overwinning. En dit is ja, super mooi om dit ja, voor Harm in de 65e minuut. Was natuurlijk een fantastisch gebaar. En dat we deze overwinning aan hem overdragen. En dat is natuurlijk fantastisch en heel, ja, heel triest natuurlijk. Maar ik vind het een heel mooi gebaar en ik ben daar heel erg blij mee. Was je een brok in je keel toen je de 65e minuut dat om je heen zag met al die sterretjes? Ja, ik vond het een fantastisch moment. Ik wist niet dat dit zou gebeuren. Ik wist heus wel dat supporters iets zouden doen. Maar dit was natuurlijk super mooi en ja, dat zijn kippenvel momenten. Ja. Even terug naar het begin van de wedstrijd. Eerste helft. Eigenlijk een wedstrijd vlees nog vis. Er zat niks in eigenlijk. Nou, ik denk dat je het ook positief kan bekijken. Is dat we weinig weggaven. We hebben toch wel wat kansjes gecreëerd. Kijk, voetballend was het niet goed. Er zat wel veel strijd in. Maar het was over en weer strijd. En het was geen beste eerste helft, maar ik zie het wel positief. Wat krijg je dan mee van de trainer in de rust? Dat het tempo van achteruit hoger moest. Omdat Heracles zich kon groeperen elke keer. Als we van rechts naar links wilden overslaan, moesten ze een hoger tempo. En ik denk dat we dat in de tweede helft wel hebben gedaan. En dan werden we toch dreigender en aanvallender. Was er nog een situatie in de eerste helft waar jij twee keer zeg maar, een schijntrap maakt? Ze trappen er steeds in, hè? Ja, ik zou ook in zo'n schijntrap intrappen. Het was alleen jammer dat je niet kon scoren. Ja, jammer dat ik met links, dat ik hem ja, voor mij rechtdoor schoot en de keeper pakte hem. Maar goed, daar lig ik niet meer over wakker. En, ik ben blij voor Thomas dat hij een goede invalbeurt en dat hard werken wordt beloond, dat zie je maar. Maar goed, vanaf de eerste minuut van de tweede helft zag je gelijk dat er meer dreiging kwam. Ook mede door het inzetten van Hooy van de linkerkant. Er kwam steeds meer dreiging op de defensie van Heracles. Ja, die deed heel goed, viel heel goed in. En complimenten naar Elson. Hij was ook gemotiveerd, dus hij deed hartstikke goed. En ik heb er ook van genoten. Toch even naar de uitslagen die je van tevoren al weet, zeg maar. Je weet dat Groningen onder andere gewonnen heeft. Excelsior pakt dan punten. Dus ik kan het nog één of twee opnoemen. Dat krijg je toch mee? Geeft dat extra druk? Nee. Je hebt het er wel over. Maar ik wilde deze wedstrijd en we willen elke wedstrijd winnen. Maar deze wedstrijd moesten wij gewoon winnen. En daar lag geen extra druk op door de andere resultaten. Maar als je kijkt nu naar de ranglijst, is het wel een hele belangrijke. Een krankzinnige competitie, ja. Die staat twee punten af van nummer 7. En 3 punten voor op een PD-plek. Ja, daarom. Ja, en die plek, daar kijk ik helemaal niet naar. Maar volgende week gaan we naar Emmen en dan moeten we het gewoon, beslissen. Alleen daar ben je niet bij. Ja, wel fysiek, maar niet in het veld. Nee, klopt. Ja, ja dat is zonde. Ik denk dat ik 1 overtreding heb gemaakt vandaag en ik krijg hem. Vond je terecht of niet? Nee, ja, weer moeilijk. Ik zit in een, je leeft een soort in een waas. En, zeg je dat? Je bent in het spel. Ik kan me dat niet meer herinneren. Tot slot, je zegt zelf al volgende week naar Emmen toe. Eigenlijk een wedstrijd die ook weer kan bepalen hoe het verder verloop van de competitie gaat voor jullie. Want als je daar wint, dan maak je echt stappen. Dan maak je het 7e als het een beetje mee zit. Dus ja, dat moet gewoon een motivatie zijn voor ons om te knallen. En we gaan ervoor. Prettige avond. Zal wel lukken, denk ik. Dat gaat goed komen.